kwijnende wereld vast en stapt langzaam in het licht waar zij met donkervloeiende contouren blijft staan en thee schenkt. Haar lichaam verstilt om het stromen. Ik kijk. Zij kijkt me aan, recht in een oog dat zich onmiddellijk terugtrekt. Schaduwen vluchten over het huis dat mij kan onthouden. Boomtoppen denken in een wijkend woud waarboven wolken razen. Er is kalmte die toeneemt terwijl het donker wordt en koud. Ik zwaai als een verlatende moeder. Zij zwaait nog harder. Hij zegt dat ik te veel boeken heb. Ze passen niet in ons nieuwe huis. Wie heeft er nog papier in deze tijd en moet je alles wat je leest bewaren? De ruimte tussen de minderende man en mij wordt massief, terwijl ik verspringende ruggen probeer te lezen als partituur. Kun je geen opslagruimte huren? Ik ben uit de boeken voortgekomen en de boeken bestaan uit mij, begint het klein in mij te drijven. De man trekt zich terug in de tussentijd die op ons leven lijkt. Ik neem gestaag toe en dat ik soms boeken ben verzwijgen. Het gewicht van geheimen vertraagt. Hij beschermt zijn gezicht voor een vlaag boeken. Ze komen op me af, zegt hij. Dat moet je niet persoonlijk nemen. Maria Barnas, dank je wel voor dit bijzonder prettige gesprek. Your hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the words you do. You may say I'm a dream, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will lead us for you. In 30 juli 1924, op een maandag, wordt hij door een jonge sionist doodgeschoten. Ja. Ik vind dan komt er ook een reactie van zijn grote vriend Frederik van Ede, die hij altijd geschreven heeft in die tijd ertussendoor. En dan wat van Ede dan schrijft in een necrologie, dat vind ik echt een godsverdomme. En je begrijpt wat ik bedoel? Dat van Ede dan zegt, ja, hij had ook beter, net als ik, katholiek kunnen worden. Want dan had hij nu nog geleefd. Dat vind ik werkelijk van zo'n ongelofelijke opheid. Dat ik die man bijna van even kan haten, dat je zo'n reactie geeft. Maar jij bent wat milder, want ik zie jou niet. Nou ja, van Ede was op dat moment, was hij, als ik het heel voorzichtig zeg, want ik heb het heel nauwkeurig kunnen volgen, was toen al langzamerhand aan het dementen. Ah.